Breda Nu. Je weet het meteen. Culinair historica Lisette Kruijf geeft hier in de Grote Kerk in Breda de Nassaustadlezing. Ze gaat op ontdekkingsreis in de keuken en de eetzaal van Willem van Oranje. Wij gaan een kijkje nemen. U gaat de Nassau-lezing houden. Wat gaan we straks horen? Ik ga vertellen over wat er gegeten werd aan het hof van Willem van Nassau en zijn familie hier in Breda. En een klein beetje een venstertje naar wat er in Brussel en in Antwerpen op tafel kwam. En het is natuurlijk een lange tijd geleden dat dat speelde, maar hoe komt u aan die informatie? 500 jaar geleden zijn een paar dingen waar we heel zeker van kunnen zijn. Eén, dat is in het Koninklijk Huisarchief zijn de menuboeken bewaard van wat er naar de keuken ging van Willem van Oranje. En er staan keurige lijsten per dag wat er allemaal op tafel, of wat er voor de tafel bereid moest worden. En wat aten ze zoal? Heel veel vlees werd er opgesomd, maar je moet ook niet vergeten dat er dus heel veel mensen mee aten. Misschien wel 200, 250 mensen aten mee van alles wat er werd bereid. Dus er kwamen runderen, kalveren, schapen, varkens per dag naar binnen. En wat is u het meest opgevallen tijdens het onderzoek daarnaartoe? Nou, wat ik heel interessant vind is, er is een andere bron, het archeologisch onderzoek hier van de stortkoker van het kasteeltje. En daar is een kalkoenbotje in gevonden. Nou, kalkoen, dat weten jullie misschien, die komt oorspronkelijk uit Mexico. Dat was al een getemde vogel, dus een gefokte vogel. Was heel lekker. En zolang als de aardappel en de tomaat erover gedaan hebben om ons te overtuigen van hoe lekker ze zijn, zo snel ging dat bij de kalkoen. Dus er kwam heel snel al kalkoen op tafel. En voor het doopfeest van Maria, de dochter van Willem en Anna, waren 28 kalkoenen op tafel. En dat is heel veel en dat is heel bijzonder. Dus ik ben gaan nazoeken waar die vandaan kwamen. En ik denk dat het een cadeautje is geweest van een van de vriendinnen van Anna, die ze fokte op haar landgoed in de Ardennen. Ik sta hier met Ralf Geert, die op Tweede Pinksterdag het feestbanket gaat bereiden. Wat kunnen de mensen verwachten? Ja, wat ze kunnen verwachten. We zijn echt in de boodschappenlijstjes gedoken van wat er toen de tijd is gekookt. Dus we gaan onder andere aan de slag met varkens, met kalkoenen, maar ook met kaassoorten, met olijven, met sinaasappels. Ja, het is echt een greep uit wat men toen de tijd gegeten zou hebben. En ben je zelf ook kok van beroep of hoe ben je hiermee met deze organisatie van die Tweede Pinksterdag, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Ja, ik kook inderdaad. Ik ben wel echt een kok geweest, maar daarna ben ik food design gaan studeren. En ik hou me tegenwoordig veel meer bezig met de cultuur rondom eten. En geschiedenis is daar een belangrijk ding van. Dus zo hebben wij elkaar gevonden. En waarin verschilt het eten van die tijd met het eten van nu? Ja, het heeft natuurlijk te maken met de verkrijgbaarheid. Toentertijd heb je andere groentenrassen, andere dierenrassen. Er werd gejaagd. De plofkip die bestond toen gelukkig nog niet. Producten werden ook om een andere reden gebruikt. Er werd bijvoorbeeld bier werd gebruikt om veilig water te hebben. Specerijen werden gebruikt om te laten zien hoe rijk dat je was. Suiker werd gebruikt om te laten zien hoe rijk dat je was. Zout had naast smaak ook een belangrijke conserverende functie. Dus ja, daar zie je wel hele grote verschillen in.